Dag Ananas Kijkbuiskinders en welkom bij een nieuwe Ananas Kijkbuis TV. Ik was deze week al bezig met een video, maar toen kwam ik dit tegen en ik moest die andere even uitstellen. Dus heb geduld, Rosita, het komt eraan. Hoe dood wil je eruit zien? Deze video die jij straks gaat zien is zo mindblowing, zo interessant, zo feitelijk onweerlegbaar. Het is moeilijk om uit te leggen, dus hier is een voorproefje. Hallo, ik wil jullie vertellen over iets heel belangrijk. Er is een complot. Hoor je dat, iedereen? Er is een complot. Pas maar op. We gaan kijken naar meneer Complot. Zo heet hij ook. Super creatieve naam. En je weet gelijk waar het over gaat. Hij heeft een bijzonder accent. En zoals je kon horen, pauzeert hij bijzonder lang tussen de meeste van zijn woorden. Niet tussen de zinnen, maar gewoon echt tussen de woorden. Dus bij iedere knip moet je je inbeelden dat hij verliefd naar de camera kijkt en af en toe wat knippert. Meneer Complot, niet verkeerd bedoeld. Geeft een beetje een seriemoordenaar vibe af, weet je wel. Laat maar horen over de complot, meneer Complot. Een complot tegen jou, complot tegen mij. Complot tegen bijna iedereen in Nederland. De Illuminati. De Illuminati controleren alles. Wow, shit jongens. Een complot tegen jou, tegen mij, tegen alles. Maar ze controleren alles alleen maar. Dat controleren betekent dat ze toezicht houden en dus eigenlijk niets doen. Ze houden toezicht op alles, volgens jou. Maar laten we er voor de gein gewoon van uitgaan, vanwege je accent en je hoogstwaarschijnlijk niet Nederlandse afkomst, dat je to control vanuit het Engels bedoelt. Wat dus betekent om dat je iets wil beheersen of zo. Ik ben geen expert, maar vertel, doe je verhaal. Kom erop. Ze controleren de regering, de politiek, de vakbonden, de sport, kunst, de muziek. Ze controleren de media, de economie. Ze controleren jou. En nu is nog meer. Ze willen jou en je hele familie vermoorden. Wees bewust, ze willen niet je alleen controleren. Want wij dachten, weet je wel, gewoon niet alleen toezicht houden, maar ze gaan iedereen fucking vermoorden. Je hele familie, jou en jouw familie. Kijk uit en bedankt meneer Complot. Ze hebben een complot, complot. Om 80-90% van de wereldbevolking te vermoorden. Damn. Eerst mijn familie en nu de rest van de wereld? Jullie weten het niet, maar we zijn geregeerd door hele zieke mensen. Ze maken experimenten, menselijke opofferingen. Ze ontvoeren kinderen. Ze ontvoeren kinderen en ze worden opgeofferd aan de duivel. Hij dropte die bom ook gewoon zonder problemen. De duivel is echt, bitch. Fuck hem maar met al je vragen die je nu hebt. Er is meer. Ze brengen hun naar de bosjes en ze opofferen hun. Waarom in de bosjes? Wat zijn dit voor elitaire moordenaars waar je het over hebt? Villa's, piramides, fucking de ruimte tot hun beschikking. Maar ze gaan satanische rituelen doen in de bosjes? Hoezo? Deze vent lijkt ook gewoon een hele lijst aan waardeloze theorieën te hebben gelezen. En in plaats van eentje te delen en goed te onderbouwen, spuwt hij alle complottheorieën van het hele internet over de Illuminati over je heen. Door middel van verbale masturbatie. En verkracht hij je hele mentale toestand. Terwijl hij zijn ideeën over je probeert te gooien. Maar ga gerust verder en fap je toespraak over mij heen. Ik wil meer weten. Verlicht mij over de... Ik ga jullie vertellen. Dat is een piramide met verschillende organisaties. Een piramide met verschillende organisaties. Na even wat te googlen kwam ik een piramide tegen met verschillende organisaties erin. In Nederland ook nog. Ik vond dit. Het is de Crystallic in Leeuwarden. En zoals je kan zien is de piramide. Oh.
Dus dit is de huisvesting van de fucking Illuminati. In Friesland. Hoe anders kan zo'n achterstallig kutstad nou cultuurstad 2018 van Europa worden? Ik bedoel, die lui hebben een fucking koe op een rotonde staan, een paard op een plein en zijn blijkbaar super cultureel. Alleen de Illuminati kan die fucking shit voor elkaar krijgen. Ik, Pipi, ook wel bekend als Satananas, expose hierbij Leeuwarden als Illuminati hoofdstad van de wereld in 2018. Dat wordt alles gecontroleerd door die machten van de donker, de machten van het kwaad. Oké, je hoort, alles wordt gecontroleerd door de machten van het kwaad. Is dat zijn impressie van een misselijke kikker met een kater of zo? What the fuck? Doe voorzichtig. Het kwaad. Zolang je een ananasschijf als armband draagt, komt alles goed. Het ging ook echt van tot erger. Eerst mijn familie, toen de wereldbevolking, toen de duivel. En nu gewoon het kwaad. De wereld gaat onder, geloof ik. En als ik mijn eigen onderzoek mag geloven, zal het in 2018 gebeuren. En beginnen vanuit Leeuwarden. Wees gewaarschuwd. Ze zijn bezeten. Bezeten door demonen. De koninklijke familie. De politici. De politici. Bedoelt hij nou de politie of de politici? Of is het een verzamelwoord voor die allebei? De politici. Journalisten, acteurs. Allemaal bezeten. Ze zijn bezeten door de miljoenen. Oké, dus men wordt bezeten door geld. Ofwel, geld is een entiteit van het kwaad. En heeft het vermogen mensen over te nemen om het wens van geld te doen. Geld wil moord, natuurlijk. Ik bedoel, dat mag overduidelijk zijn. Deze ananas is ook bezeten door het gebrek aan geld. Maar dat maakt niet uit. Dat is weer wat anders. Tot zover, deze gast komt niet met iets vreemds. Hè, waarvan je denkt, och nee, deze vent is echt een fucking psycho. Tot hij met het volgende aankomt zetten. Want wat doet de Illuminati? Ik bedoel, als het daar nog over gaat. Want het kan ook gewoon een verwilderd levensverhaal zijn of zo. Wat doet de Illuminati dan? Vertel. Contacten met buitenaardse wezens. Geen zorgen, dit is alleen wat de Illuminati doet voor de gezelligheid. Gift in die lucht, verspreid door vliegende schotels. Hoezo noemt hij die dingen op alsof het fucking normaal is? Vliegende schotels, niet eens vliegtuigen, gewoon vliegende schotels doen het. Fuck yeah. Zoveel dinges. Shit, ik kan hier niet eens op reageren. Waar ben ik beland? Wat is dit? Zoveel dinges. Jezus Christus. Al die dinges, man. Iedere dag. Zoveel dinges. Word je ook wel eens wakker met een zware depressie? En dan denk je, damn. Zoveel dinges. Ik heb ook een hekel aan zoveel dinges. Ik word het echt fucking spuugzat. Vieze kutdinges. Waar er te veel van zijn. Ik weet, hij kan niet zo goed Nederlands misschien. Maar hij kan ook niet zo goed een verhaal vertellen. Dit is waarschijnlijk wat er met je gebeurt als je hele leven lang wietjes aan het roken bent. Je moet tussen ieder woord nadenken. Je begint je allemaal dingen in te beelden. En je wordt super goed geloofd door alles wat je op het internet leest. Drugs zijn slecht. Leuk, maar slecht. Vul ik nu mijn YouTube voorbeeldfunctie goed in? Rook geen wietjes, jongens. Cocaïne is de shit. Heroïne in je oogbal is beter. Ik ben een voorbeeld. Kijk naar mij. Ik upload naar YouTube en heb een halve hersencel. Doe wat ik doe. Wees een vrucht. Ze houden ons geheim. Ze houden ons geheim. Ze houden ons geheim. Hij is een geheim, ja. En waarschijnlijk met reden. We zijn allemaal geheimen, jongens. Oh my god, ik weet het niet. Ik kan hier niks mee. Het is fucked up. Ze vertellen het niet. Ze vertellen het niet. Ze ontvoeren mensen. Ze ontvoeren mensen. Another one. Ze maken experimenten. Another one. Ze hebben mensen opgesloten onder de grond. Another one. Ze maken experimenten. Another one. Ze pakken mensen met vliegende schotels, met auto's. Ze pakken mensen met vliegende schotels, met auto's. Dus dat betekent dat er mensen zijn met vliegende schotels. Maar gelukkig kun je ze wel pakken met een auto. Hoor je ook hoe hij eerder dacht aan vliegende schotels dan aan auto's? Dat laat goed merken wat hij zelf denkt en gelooft. Tegenargumenten bestaan niet. Dat zijn gedachten die door de Illuminati in je hoofd zijn geplant. Dus als je het ergens niet mee eens bent, dus wat ik misschien weer ben, dan ben jij en ik beïnvloed door de Illuminati. Dus spuit snel heroïne in je ogen om los te raken van dit bestaan, of steek ketamine in je reet tot je in die keyhole komt.
En alles houden ze geheim. Omdat het is een complot. Ja, hier is een complot van de enige echte meneer Complot. Maar daarom is dit dus allemaal geheim en nieuwe informatie voor mij. Rustig, ananas kijkbuiskinders. Het is een complot. Een complot is dus een geheim plan of een samenzwering. Als het geen geheim was, was het geen complot geweest. Dat verklaart het allemaal. Het is een geheim plan. Maar wat willen ze doen dan? Wat is het plan? Want dit is allemaal een complot. Niks is nog gebeurd. Ze laten jou naar andere kant kijken met die WK. Weet jullie nog die WK in Zuid-Afrika? Daar zagen we heel mooi hoe de andere kant leefde. In een armoedige krottenwijk naast een te grote stadion die veel te vaak leeg zal staan. Met die televisieseries, nu maken ze een serie van mensen hier op een eiland of zo. Dan maken ze andere naakte mensen. Ze maken andere van naakte mensen. Heeft hij het nu over Temptation Island? Maar daar maken ze dus clones van naakte mensen. Hey, kennen jullie toevallig dat verhaal van Adam en Eva? Ja, dat was dus op Temptation Island. En dat hele God gebeuren is dus, weet je wel, dat Adam een rib moest geven aan God of zo. Is gewoon een hint naar klonen. Snap het dan, mensen? Snap het? Illuminati. Dan maken ze andere goede tijden slechte. Wie interesseert dat allemaal? Wie interesseert dat? Ze maken een andere GTST. Je kent het concept van een serie toch wel. Er komen steeds nieuwe afleveringen. Mensen vinden dat wel boeiend schijnbaar. Die gaat vreemd met die en die zit dan in een coma en heeft tweeling. Die dan eigenlijk een buitenaardse wezen is en een kloon. En ja, zo gaan die dingen. Dat is toch wel interessant. Ik bedoel, ik kijk naar GTST echt al. Ja. Interesseert jou? Goede tijden, slechte tijden. Oké, stel je voor dat het zo echt zijn. Nou en? Ja, dat is een fucking goed punt. Stel je voor dat het echt was. Nou en? Ja, inderdaad, zo sta ik er eigenlijk ook tegenover. Interesseert jou veel wat rijke mensen doet? Nee, niet echt. Tot ik zelf die dikke YouTube money heb. Ja, mij interesseert het wel, maar niet wat ze daar laten zien. Wat ze doen in het echt. Wat ze doen in het echt? Wat ze doen in het echt. Wat doen rijke mensen in het echt? Jezus, ik zou het niet weten. Bedoel je wat ze lieten zien bij niet lullen maar poetsen? Wat ze doen in het echt. Weet je waar ze dan voornamelijk wijntjes drinken, elkanders make-up doen en reisjes naar Milaan maken om een tas te kopen? Ja, dat is op zich boeien, denk ik. Ik bedoel, ik had het niet achter je gezocht, maar als dat je ding is, prima man. Wanneer ze mensen vermoorden, overal. Iedereen met een eventueel leuk inkomen is dus per definitie gewoon een moordenaar. Je hebt geld, dus je maakt vast om mensen dood. Overal. Zo werkt dat gewoon. Ja, heb ik jullie ook even ingelicht. Kun je misschien nog even wat samenvatten over wat de Illuminati doet? Met geheime rituelen. Ze hebben geheime rituelen. Ze aanbieden de duivel. Ze doen rituelen allemaal samen. Waar ze aanbieden de duivel met menselijke opofferingen. Kleine kinderen, ze gaan jouw kinderen omvoeren. Een ritueel kan van alles zijn. Ik bedoel, als jij iedere ochtend wakker wordt bijvoorbeeld en jij streelt je grote teen 4 keer richting het zuiden, dan is dat ook een ritueel. Het hoeft niet iets te betekenen. Oh god, waar geloof je allemaal in? Tijd om even samen te vatten en hulp in te schakelen, om op dit hele gebeuren te reageren, want ik had er wel moeite mee. Het was gewoon zoveel om in te nemen en ik hoop niet dat deze video te lang duurt nu. Maar de Fano, take it away man, doe een reactie hierop. Zoveel dinges. Wow. Ze brengen hun naar de bosjes en ze opofferen hun. Ze houden ons geheim. Damn. Oké, snap je nu wat er gaande is? Wat de Illuminati is en wat die doet? Of is het te veel voor je? Volgens mij is het wel te veel voor je. Poeh, het is echt wel veel, hè? Ja, het is te veel voor je. Oké, is genoeg. Ik ga andere keer ga ik meer vertellen. Bedankt. En goedemorgen. Maar dit doet hij dus op de fucking vroege ochtend. Hij zit in de ochtend fucking zo'n verhaal uit te spuwen, uit zijn bek. Shit, dat lijkt me toch wel zwaar. Wat doe je dan de rest van de dag? Ga je dan even de kat voeren? Jezus, ik heb net een heel verhaal over Satan en de Illuminati op het internet gegooid. Tijd om de hond uit te laten. What the fuck? Als je dit liked, dan houd ik jou in de gaten. Ik volg je tot ik je in de bosjes gooi. Om op te offeren aan de Heer en Meester, ikzelf. Satan. En zijn kwaadaardige meester, demonenkoning Stoffel.
Dus ik hoop dat je deze video leuk vond en het hebt volgehouden tot hier. En daarvoor zou ik jou willen bedanken. Ik wil jullie niet overladen en jullie hoofd te laten ontploffen. Dus ik geef jullie even de tijd om het allemaal te verwerken. En dan zie ik jullie in deel 2. Tot de volgende keer. Er is een complot, de Illuminati, van je hele familie vermoorden. Complot, tot 90% vermoorden. Duivel, de bosjes en zo, pofferen, hun piramide, de machten van het kwaad, contacten met buitenaardse wezens, gift in de lucht. Vliegende schotels, zoveel dingen, ze houden ons geheim. Vliegende schotels met naakte mensen. Het is een complot. Rituelen zijn hele duivel. Rituelen allemaal samen. De duivel. Wie interesseert dat allemaal? Dat boeit me gewoon absoluut niet. Wie interesseert dat? Totijd, oké, stel je voor dat het zou echt zijn. Kan me echt gewoon niet schelen. Now is the end, dude.